Dank u wel, meneer de decaan, geachte professoren, beste studenten en ook beste gasten op vele wijzen. Inderdaad, bijna dag op dag, 10 jaar geleden, stond ik ook voor sommigen van jullie, de meeste studenten zijn toch geëvolueerd. Het was toen een minder prestigieuze zaal, maar het was toen ook hetzelfde onderwerp. En jullie verwachten niet dat ik nu hetzelfde ga zeggen dan toen, want jullie zijn allemaal ijverige Thomas-kijkers, websitegebruikers, en dat wil ik nu toch niet doen. Ik denk dat jullie ook niet verwachten dat ik het tegengestelde ga zeggen van toen. De kerk verandert soms van mening, maar dat duurt gewoonlijk meer dan 10 jaar. In ieder geval, mijn gedachten ook over deze thematiek zijn toch wel wat geëvolueerd, hoewel ik zelf slechts een beperkte ervaring heb in het godsdienstonderricht. Ik heb wel gedurende 1 jaar 6 uur lesgegeven aan toen 16, 17-jarigen. Ondertussen heb ik wel heel veel scholen bezocht, bij gelegenheid van het jubileum van ons bisdom. De laatste 2 jaar heb ik 25 scholen ongeveer bezocht, van lager, secundair of van hoger onderwijs. Ik heb een 20-tal langere ontmoetingen gehad met leerkrachten godsdienst. En ik heb daarbij niet alleen scholen bezocht uit het katholiek onderwijs, maar ook uit het gemeenschapsonderwijs en het provinciaal onderwijs. Trouwens, een korte weerslag ook van deze bezoeken staat in een onvolprezen boek van uw decaan, die een boek geschreven heeft over het jongste bisdom met de langste geschiedenis. Dat is het bisdom Hasselt. Omdat de christelijke verkondiging daar in ons land het eerst is gebeurd. En daar heb ik gezien bij mijn rondtrekken daar in de scholen, met name de laatste 2 jaar, dat de leerkracht godsdienst vaak iemand is met een groot gezag in de school. En ook met een groot gezag vaak bij de directie. Trouwens, verschillende leerkrachten godsdienst, zo heb ik vastgesteld, zijn daarna ook zelf directie geworden. Maar ze hebben in het algemeen een groot gezag bij de verantwoordelijken van het onderwijs. Ik wil jullie wat vertellen. Het eerste stukje is wat meer theoretisch, vanuit een aantal documenten die ik toch moet aanhalen, omdat ze de documenten zijn van de bisschop. En daarna spreek ik ook wat persoonlijk. Het laatste gedeelte, vooral het 1/3 laatste gedeelte, probeer ik ook wat persoonlijker te spreken. Ik kan niet anders dan ook refereren naar het basisdocument over het godsdienstonderwijs. Dat dateert van 1996. Voor velen van jullie is dat de prehistorie. Ik kan er niet aan doen, maar dat is toch het basisdocument waarin, ja, waar men niet aan voorbij kan gaan. En dat toen al sterk erkende, die grote verschuiving in de samenleving, sterke secularisering en pluralisering, waarbij het christelijk geloof niet evident de enige overkoepelende zingevingssysteem was, bij manier van spreken, om het zo te zeggen. Eigenlijk is er geen enkele godsdienst of levensbeschouwing alles bepalend, evident in de cultuur waarin we nu leven, wat het allemaal voor de leerlingen niet gemakkelijker maakt. Dan dit document ook toen al ziet dat er een belangrijke klemtoon is op het rationele in onze cultuur, wat het dan weer moeilijk maakt voor de moderne mens om vanuit de fascinatie van het rationele, van het redelijke, om dan toch de insteek te verstaan van levensbeschouwing en vanuit een christelijke traditie. Niet vanzelfsprekend voor de leerling op de eerste plaats zelf. Ten derde, dat document heeft er ook begrip voor dat er in onze cultuur heel veel nadruk gelegd wordt op de individuele vrijheid van de mens. Maar tegelijk heeft het toch ook de zorg dat die nadruk op het individuele er niet toe mag leiden dat godsdienst beschouwd wordt als iets dat louter hoort tot de privésfeer of tot het individuele. Er werd al allusie op gemaakt door professor Pollefeit. Dit alles betekent dat er een grote uitdaging is voor het vak godsdienst, niet nu pas, maar eigenlijk al de laatste decennia. En het vak Rooms-Katholieke Godsdienst wil die uitdaging opnemen vanuit een diep geloof, vanuit een diep vermoeden ook, dat het mysterie van Jezus, die de Christus is, dat dat voor de moderne mens,
die God overal en nergens tegenkomt, een grote betekenis kan hebben. En van daaruit kunnen we reflecteren, en dat gebeurt ook in het document van 96, over het vak Rooms-Katholieke Godsdienst. Het eigene is dat men ervan uitgaat dat een klas geen gemeenschap van gelovigen is. En dat is toch al vanzelfsprekend, hoewel de normale situatie is wel dat men in de kerk spreekt tot mensen die gelovig willen zijn. Dat is de normale situatie van de kerk. Ik ben in de laatste jaren enkele keren op bezoek geweest in Afrika. Als je daar les geeft in een katholieke school, is het evident dat de verwachting is dat men katholiek is en wordt. En die verwachting is groot, lijkt toch in ieder geval daar groot. We gaan er niet vanuit dat dit ook op dezelfde manier hier zo zou zijn. Dus men gaat uit van een basissituatie die niet deze is van een gemeenschap van gelovigen. Dit alles brengt mee dat men moet accepteren en dat men ook accepteert dat er een grote verscheidenheid is in de school en in de klas. En ook in Rome, ik ben ondertussen al 3 keren op ad limina bezoek geweest. Weten jullie wat ad limina bezoek is? Dat is een bezoek om de min of meer 7 jaar van de bisschop in Rome. Ook in Rome ziet men dat in de westerse cultuur met grote evidentie een school geen homogene groep is van mensen die christengelovig zijn. Het document zegt daarom met grote helderheid, en dat was 30, 40 jaar geleden niet het geval, we moeten een onderscheid maken tussen godsdienstonderricht en catechese. Daarboven zegt het ook, het gaat om een schoolvak. Dat zijn dingen die jullie al gehoord hebben, maar het is toch belangrijk dat men dit ook helder zegt. Catechese gaat eerder voor mensen die wensen te geloven, met enige evidentie. Godsdienstonderricht spreekt ook tot mensen die een grotere variëteit in zich dragen. Het wordt daarboven gegeven, het vak op de wijze van de school, met een eigen originaliteit dat het wel verwijst, zoals catechese trouwens ook, naar wat we noemen het woord Gods. God die zich in de geschiedenis ook getoond heeft naar onze overtuiging, naar de overtuiging van de christenen. Het is ook goed te weten daarnaast met al deze onderscheidingen dat er toch ook in de school heel wat mensen zijn, ook jongeren zijn, die zich wel gelovig noemen, die zich ook soms christen noemen. Ik heb veel scholen bezocht. Ik ben niet zoveel mensen tegengekomen die zich Jood noemen. Op dit moment zouden nog minder mensen zich misschien Jood durven te noemen. Veel mensen zijn door de cultuur toch christen op een of andere manier, ook al hebben ze die persoonlijke keuze niet gemaakt. Dus het is goed te weten dat vele mensen, vele jongeren moet ik zeggen, in de school zich niet gelovig noemen, maar andere velen toch wel. En dan is ook, zijn zij naast het vak godsdienst, worden zij ook door de schoolpastoraal benaderd op vele wijzen. Daar zou meer over te doen zijn. Het vak godsdienst en het godsdienstonderricht wil in dit geheel van een school, waar er niet alleen het vak godsdienst is, maar ook de hele schoolcultuur, het behangpapier, weet u van mevrouw Lieve van Hekken. In deze context wil het vak godsdienst een bijdrage doen. En ze doet dat als een dienst aan de school, aan de kinderen zelf en aan de ouders. Het gaat om een bijdrage aan de school, maar het is de school als geheel die staat voor de vorming van de persoonlijkheid van de leerling. En alle vakken trachten deze vorming van die persoonlijkheid van de leerling te behartigen. Het vak godsdienst heeft zijn eigen insteek vanuit een rijke kerkelijke en christelijke traditie, denkstof aanbieden en inspiratie bieden voor de integrale persoonsontwikkeling van de leerling. Ze doet dat ook in de dienst aan de concrete mensen. Het gaat om de dienst aan de school, maar het gaat ook om de dienst aan concrete jonge mensen, waarvan we de variëteit voldoende moeten zien. Er zijn jongeren die zich in het leven, door in de gebeurtenissen van het leven, heel wat vragen stellen. Er zijn er ook die op een jonge leeftijd daar nog nauwelijks aan toe zijn. Er zijn de vragen van identiteitsontwikkeling, de vragen van soms het onrecht in de wereld of in hun gezin, of het lijden en de eigen toekomst, de droom over hun leven. Er zijn ook jongeren die op dat ogenblik, of ook kinderen, want we moeten ons ook richten tot kinderen. Het gaat ook om het lager onderwijs, hoewel de meeste van jullie naar het hoger onderwijs wellicht zullen
gaan. Er zijn ook kinderen of jongeren die daar nauwelijks bij stilstaan. En anderen staan wel stil bij deze vragen, maar zoeken daar een antwoord op overal, behalve in het vak godsdienst, ook dat gebeurt. En er zijn ook kinderen of jongeren die vragen hebben over het vak als zodanig en die daar met niet al te veel gunstige a priori's naar luisteren. Die variëteit is de evidentie zelf, hoewel ik toch in veel klassen heb gezien, vooral bij mijn bezoeken van de laatste jaren, dat daar soms toch een wondere mix komt, een wondere manier van verstaan, waardoor er een grote openheid is om toch dieper te kijken en waarop men sterk meegaat met de godsdienstleerkracht en het aanbod dat hij of zij doet. Belangrijk is dat de godsdienstleerkracht werkt met een grote pedagogische zorg, dat hij de jonge mensen graag ziet. Dat vind ik echt een belangrijk. Don Bosco heeft dat altijd gezegd, dat is de sleutel. Je moet een pedagoog, je moet mensen liefdevol benaderen en je helpen. Dat is de bedoeling om de relatie met God te helpen ontdekken en te beleven. Godsdienstonderricht is tenslotte ook een dienst aan de ouders en aan de jongeren zelf. Het kan nooit het gezin vervangen, maar het kan wel een sterke steun zijn voor ouders die ook hun kinderen willen thuisbrengen in de grote traditie van het gelovig zijn. Hoewel dit gebeurt op een eigen wijze, op de wijze van de school, met een eigen originaliteit en tegelijk, zoals de andere vakken, met een sterke cognitieve component. Het gaat om het kennen, het kunnen en het zijn, wordt in dat document heel mooi gezegd. Er zijn verschillende facetten, niet alleen de klemtoon op het kennen, maar ook om het kunnen zien, om het leren zien en om het zijn. Wie wil ik worden, wie wil ik zijn? Wat verwachten anderen van mij, wat verwacht God van mij? Welke zijn de doelstellingen en ook het inhoud van het godsdienstonderwijs wel? Het gaat er in het godsdienstonderricht om bij de leerlingen en in gesprek met hen een eerste doelstelling, openheid te brengen voor het, ik noem dat het Christusmysterie en voor het christelijk geloven. Niet evident de cultuur waarin we leven, maar het is toch een belangrijk facet van het vak Rooms-Katholieke godsdienst. Wat dat voor mij persoonlijk betekent, daar kom ik naartoe in het laatste deel van mijn inleiding. De leraar zal de aandacht wekken voor gebeurtenissen in hun leven en ook in de wereld. Hij zal hen gevoelig maken voor de levensbeschouwelijke facetten of aspecten van de werkelijkheid. Wil ook interesse wekken voor een godsdienstige en een gelovige benadering van het leven. Hij zal de leerlingen, de godsdienstleerkracht, de leerkracht godsdienst zal de leerlingen helpen om de christelijke boodschap op de eerste plaats, daarna maak ik daar wat meer nuance over, in haar rijkdom te helpen ontdekken als een bron van waaruit we kunnen leven, van waaruit ook zij kunnen leven. De leerlingen worden ook geholpen om kritisch na te denken over de eigenheid en de originaliteit van het christelijk geloof. En dit gebeurt met vanzelfsprekendheid vandaag, met erkenning van andere godsdiensten en levensbeschouwingen die vaak aanwezig zijn in klassen met een grote diversiteit. Ik herinner mij een klas waar ik op bezoek ben geweest. Het was in het Genkse. Het was een klas uit het technisch onderwijs, waar 3/4 ongeveer van de leerlingen moslims waren, met een heel eigen insteek, maar van daaruit ook met een boeiende vraagstelling. Meneer, vroegen ze mij, gelooft u in de hemel en in de hel? Dat is een boeiende vraag, om van daaruit over geloof te spreken, over goed en kwaad te spreken, over God te spreken. Soms biedt het ook een enorme kans. En het was een les die ik daar gegeven heb, een ontmoeting die ik daar gehad heb, die zowel voor de moslims als de christenen gewaardeerd werd. Op het einde van de les hebben ze mij beloofd dat ik mijn leven lang gratis mijn blutsen zouden uit de auto. Ik heb een levenslange garantie van het 4e jaar carrosserie van. Ik wil zeggen, je kan in heel diverse omstandigheden kan je over geloof spreken waarbij niet iedereen christen is, maar ook anders gelovigen zijn. En tegelijk beoogt liever het vak godsdienst om te komen en ook de leerlingen te helpen, de jongeren te helpen,
om te komen tot een zekere communicatieve vaardigheid in verband met het christelijk geloof, in verband met godsdienst en levensbeschouwing. Zo worden jongeren via leerinhouden geholpen om te groeien als mens en zo te bouwen aan een eigen identiteit. En het vak wil daarvoor een appel zijn opdat ze kunnen groeien naar een eigen en naar een persoonlijk verantwoorde, liefst beslissing in zaken geloof en leven. En dit alles gebeurt door de lesinhoud, maar ook door een communicatief proces vanzelfsprekend. Hoe zou het anders kunnen gaan? Godsdienstonderricht onderstelt een communicatief proces, dat wil zeggen met een sterke wisselwerking of interactie tussen de leerlingen, de leraar en de leerinhoud, die samen, om het zo te zeggen met de woorden van professor Pollefeit, de hermeneutische ruimte creëren, waardoor ontmoeting en dieper verstaan mogelijk wordt. Deze wisselwerking bevordert bij de leerlingen het verwerven van een nieuwe en een rijkere kennis en van vaardigheden en attitudes omtrent leren en geloven. En daarbij speelt de houding van en ook de persoon van de leraar een grote rol. Natuurlijk ook de personen van de leerlingen beïnvloeden ook vanuit hun eigen opvattingen, gevoelens en behoeften, bepalen sterk hoe die communicatie gebeurt, die geloofscommunicatie, hoe dat proces gebeurt. Voorwaarde is dat er een wederzijds vertrouwen is. En dat kan soms bijzonder mooi zijn, heb ik vastgesteld, ook tussen de leerkrachten onderling, die dan met wie ik een 20-tal samenkomsten heb gehad gedurende de laatste jaren, hoe zij heel veel vertrouwen krijgen en hoe ze daar ook soms over spreken als het mooiste wat ze ervaren in het vak godsdienst. Naast hun kennis die ze overdragen, hebben ze ook, ja, is het een communicatief proces in wederzijds vertrouwen, waarbij ze weten dat elke leerling ook zijn eigen weg kan gaan. Dit communicatief proces mikt op verschillende vruchten. Het maakt de leerling bekwaam in het hanteren eventueel van de christelijke geloofstaal en om zich eigen te maken, de woordenschat ook om in dialoog te gaan met andere godsdiensten. Ik ben blij dat in de klas waar ik over sprak, de moslims gesprek hebben met de christenen en dat dit op een deskundige manier begeleid wordt en dat dit op een invoelende manier begeleid wordt. Wel, op die manier werkt godsdienst ook op een zinvolle manier voor de hele samenleving. Gelovigen, we moeten daarbij voldoende nuancering maken, gelovige leerlingen kunnen dankzij het godsdienstonderricht op school hun geloof uitdiepen en uitzuiveren. Dan heeft het godsdienstonderricht toch een catechetiserende nevenwerking, tenminste dat, en in ieder geval soms heel sterk. Voor andere leerlingen is het een eerste of een vernieuwde kennismaking. Een aantal leerlingen is dan ook onverschillig, ongetwijfeld, maar het helpt hen toch om na te denken over de werkelijkheid waarin zij leven en waarvoor ze ook mee verantwoordelijkheid dragen. En alle leerlingen worden uitgenodigd om via het vak Rooms-Katholieke Godsdienst ook, ja, om de band te leggen tussen christelijk geloof en de cultuur en ook tussen andere culturen en andere visies op het leven. Vandaaruit dat het vak Rooms-Katholieke Godsdienst een belangrijke bijdrage levert. Dat is de brochure van 96 waar men spreekt over het belang en de inhoud en de doelstelling van het vak Rooms-Katholieke Godsdienst. Deze brochure heeft een lichte aanpassing gekend in het jaar 2017. Nu zijn we terug in het tijdperk van de studenten. In 2017 is er een nieuwe uitgave gekomen. Het vak Rooms-Katholieke Godsdienst op het kruispunt van een samenleving van onderwijs en kerkgemeenschappen. Gemaakt door de Vlaamse bisschoppen met de erkende instantie die wat verantwoordelijkheid heeft voor het vak godsdienst. Waarbij men ziet dat die secularisering en pluralisering dat die blijft bestaan. Blijft ook als context genoemd. Maar tegelijk, dus, en ook de grondopties van het eerste document worden bewaard. Diversiteit in vele vormen. De christelijke stem leren kennen, levensbeschouwelijke en of godsdienstige groei en bedachtzaamheid van de leerling bevorderen. Dat is de bedoeling.
Als nieuw zou men kunnen zeggen dat er voldoende aandacht moet zijn en dat het belangrijk is in de cultuur, in de verschuiving van de cultuur, dat men voldoende aandacht zou hebben voor ook een systematische voorstelling van het christelijke geloof en van de kerkelijke geloofsbeleving. Men spreekt in deze context van een zekere religieuze geletterdheid. Het moet een zekere basis zijn om het gesprek te kunnen voeren. Maar naar mijn aanvoel kan deze klemtoon op, wat grotere klemtoon op religieuze geletterdheid, helemaal samengaan binnen de context van het hermeneutisch en communicatief model dat al langere tijd in Leuven wordt voorgesteld. Verder vraagt het document van 2017 een actualisatie van bepaalde elementen van de leerplannen en van de terreindoeleinden, hoewel ik dat woord zelf niet helemaal mee zo vertrouwd ben, maar men voelt aan dat een aantal elementen daaruit moeten gewijzigd worden en op dit ogenblik is men daar met een aantal werkgroepen aan bezig. Boeiend vind ik ook dat voor het katholiek basisonderwijs er ook een klemtoon staat. Namelijk, men legt er de nadruk op dat het begeleiden van de leerlingen in hun levensbeschouwelijke groei een zaak is van een heel team en dat niet elke leerkracht, onderwijzer dan, wanneer het gaat over het lager onderwijs, daar dezelfde rol in moet spelen. Dat er ook moet sprake zijn van een zekere co-teaching, waarbij niet iedereen dezelfde opdracht heeft, zoals het ook is in een lagere school, waar niet elke leerkracht geacht wordt om op dezelfde manier turnleraar te zijn. Zo kan men ook teammatig ieder zijn taak geven en zijn er sommige leerkrachten binnen het lager onderwijs die in zekere zin godsdienstcoaches kunnen worden, waarvan ik ook heb vastgesteld dat ze in de lagere school een bijzondere invloed hebben en een groot gezag vaak hebben opgebouwd. In de toekomst zal ook voor het lager onderwijs het leerplan dat nu je noemt zin in leren, zin in leven, zal ook evolueren. Het document van 2017 neemt ook een duidelijk standpunt in over het al of niet neutrale aanpak van het levensbeschouwelijke onderwijs. En zo komen we ook een beetje in de, bij de vragen die professor Polleveit heeft gesteld. Het stelt dat er eigenlijk geen neutrale positie bestaat tegenover godsdienst en levensbeschouwing. Evenmin trouwens als het vak godsdienst of levensbeschouwing zelf zulke neutrale positie kan claimen. Dat kan niet. Elk standpunt is eigenlijk geëngageerd. En leerlingen hebben ook nood om geëngageerde standpunten te kunnen beluisteren. Levensbeschouwing en geëngageerd levensbeschouwelijk onderwijs, die horen echter, zo stelt het document heel sterk, niet alleen thuis in de privésfeer, maar ook in de publieke ruimte en met name op de school. Het is belangrijk dat ook in school, op een schoolse wijze, in de context van een vak, dat daar ook over levensbeschouwing kan gesproken worden en ook op een geëngageerde manier over godsdienst. Dat het vak onder andere beoogt om jongeren te vormen tot verantwoordelijke en geëngageerde burgers of medeburgers en dat het door het dialogale karakter ervan depolariserend werkt, dat maakt van het vak Rooms-Katholieke godsdienst ook een maatschappelijk relevant vak. Wat ik daaromtrent zelf heb ervaren in mijn bezoek aan de school, vind ik heel sterk. Ik gaf het voorbeeld van de ontmoeting met de islamleerlingen en de katholieke leerlingen, de christelijke. En het vak godsdienst is een heel belangrijk gebeuren voor de samenleving. En dus is dit ook een belangrijk iets voor onze cultuur, waarin het vak Rooms-Katholieke godsdienst door de overheid tot op heden aanvaard wordt als een belangrijke bijdrage om de traditie van eeuwen christendom ook aan jonge mensen te leren kennen en voor te stellen. Dat is een heel actueel debat. Professor Polleveit maakte er allusie op. Het is een zeer maatschappelijk relevant debat, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat het vak godsdienst daarin op een geëngageerde wijze mee omgaat en vanuit de traditie van eeuwen en vanuit een vermoeden dat God zich laat kennen ook in de persoon van Christus, dat het vak
daarin een grote rol kan spelen. Het document werpt indirect ook wat licht op de verschuivingen die er zijn, en ook daarop werd allusie gemaakt, en die zich voordoen in het zuiden van ons land, in het Franstalig gedeelte van ons land, waar, als ik het goed begrijp, in het officieel onderwijs nu het aantal uren rond katholieke godsdienst wordt ingeperkt, en waarbij ook in Vlaanderen, dat is ook wel een nieuw initiatief van de laatste maanden, het gemeenschapsonderwijs recentelijk een apart vak burgerschap zegt te willen invoeren. Ook dat zijn nieuwe ontwikkelingen waarbij we ons vragen moeten stellen en kunnen stellen. Zoals we in de persartikelen daaromtrent hebben kunnen lezen, die keuzes zijn conform de wet. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. En tegelijk is het de keuze van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en ook de keuze van de Vlaamse bisschoppen om te kiezen voor een geëngageerd vak levensbeschouwing godsdienst, Rooms-Katholieke godsdienst, waarbij men uitgaat van het vermoeden dat burgerschap in het geheel zit van het onderwijsproject en dat daarin ook godsdienst een fundamentele rol speelt. Dat is een vermoeden van waaruit de Belgische bisschoppen sterk spreken, gelovend in de eigen bijdrage van het vak ook voor het geheel van de samenleving. In de context van het gemeenschapsonderwijs wordt er gesproken van waarden van eerlijkheid, openheid, respect, engagement, betrokkenheid en positief-kritische ingesteldheid. En voor dat vak burgerschap, wel, dat is een keuze om daarvoor te kunnen gaan. Maar ik denk dat het eigene van Rooms-Katholieke godsdienst is dat men dit bekijkt vanuit een lange traditie die bij elk van deze begrippen en bij nog vele anderen uiteindelijk een nuance en een diepte kan aanbieden en een eigenheid kan aanreiken die voor de samenleving zeer belangrijk zijn. Zeker nu de verzorgingsstaat van na de Wereldoorlog 2 barsten begint te vertonen. Ik vind dat je dat merkt op vele vlakken. Ook nu de economische en de rationele logica's toch wat op een limieten stoten, is het misschien mogelijk dat er meer aandacht komt voor de inspiratie die ook uit het christelijke verhaal, maar duidelijk ook in het christelijke verhaal en in het hele Christusmysterie aangereikt kunnen worden in onze wereld. In die context begrijp ik heel goed dat de vorige rector, Rick Torfs, een oproep heeft gedaan dat mensen die zich politiek engageren als christen, dat zij meer zouden uitkomen voor een levensbeschouwelijk profiel. Hij heeft die oproep gedaan voor zelfs partijen. Ik denk dat het belangrijk is. In de cultuur waarin we leven, in de context waarin we leven, wordt dit opnieuw van belang. In die context versta ik ook de intentie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de eigen identiteit en de geloofsovertuiging niet uit het oog te verliezen. Ook al wil men actief aandacht hebben voor andere religies. Steeds meer wordt dat een hulp, dat men ook aandacht heeft voor andere religies, maar tegelijk is het belangrijk dat men de identiteit niet uit het oog verliest van waaruit men gegroeid is en die een eigen inbreng en een eigen waarde geeft. Het project Katholieke Dialoogschool wil hiervoor het kader bieden. Voor die eigenheid zal men wel moeten opkomen, ook in de lokale schoolgemeenschap. En ik heb daar toch vaak echt mooie voorbeelden van gezien. En dit kan binnen de godsdienstles, maar evenzeer buiten de godsdienstles. Dat gebeurt ook door de wijze waarop bijvoorbeeld bezinningsdagen worden georganiseerd. Dit kan gebeuren ook door getuigenissen te vragen en te organiseren, ook diaconale projecten in het leven te roepen binnen de school en in de rand van de school. Ik denk dat dat belangrijke dingen zijn. Ik denk ook dat het mogelijk is om binnen de school voor leerlingen die daarvoor openstaan kleine initiatieven te hebben die geloof en leven met zich verbinden. We hebben als bisdom Hasselt een grote traditie voor wat we noemen de Emmausgroepen, waarbij enkele leerlingen die openstaan voor meer, dat die samenkomen om ook over geloof en leven te spreken. Daarnaast denk ik dat de verantwoordelijkheid daartoe niet alleen ligt bij de godsdienstleerkracht alleen, maar ook bij de directie, bij het schoolbestuur
en bij de hele pastorale werkgroep, die naar mijn oordeel niet alleen moet gedragen worden door de leerkracht godsdienst, maar die in veel scholen ook gedragen wordt door leerkrachten uit andere vakken. Daarnaast stelt de school, als het gaat om katholiek onderwijs, de godsdienstles, of zal de godsdienstles ook in het andere onderwijs richtingen, zal die gebruik maken van initiatieven voor jongerenpastoraal. Ik denk dat als je in de klas iemand hebt die meegegaan is bij een pelgrimstocht op Wereldjongerendagen, dat zijn dingen die zeer sterk helpen aan jonge mensen om te groeien in geloof en ook om in te brengen in de les godsdienst. Een klas waar enkele mensen in Thaizé zijn geweest of op een of andere pelgrimstocht, wel heeft daar heel veel baat bij. Ik denk dat het belangrijk is dat het onderwijs en ook de godsdienstleerkracht openheid heeft voor soms initiatieven die buiten de school gebeuren waar zij of hij naar kan verwijzen. Dat is een beetje het kader dat ik wilde schetsen vanuit de documenten die door de bisschoppen gemaakt zijn. Het laatste punt, waarbij ik korter zal zijn, maar wil ik toch ook wat persoonlijker spreken. Ik vind de persoon van de leerkracht ook heel belangrijk en wat hij zelf doorheen het leven ontdekt heeft. En dan ben je op 18 jaar, sta je anders dan op 30 jaar en op 40 jaar. Ik moet zeggen, zelf was ik niet zo bewust uitdrukkelijk met mijn geloof bezig in mijn jonge jaren. Ik kom wel uit een gelovig gezin, maar over dit geloof werd bij ons althans niet zo heel veel gesproken. Wel over onze engagementen. En voor mij was dat inderdaad de jeugdbeweging. Dat was de context waarbij impliciet dingen werden doorgegeven, maar die niet expliciet ter sprake kwamen. In mijn studententijd, trouwens hier in Leuven, werd ik heel sterk geboeid door twee auteurs. Op mijn kot, trouwens in de Parkstraat hier vlakbij, waren we met drie studenten, twee uit de rechten en één ingenieur, die tijdens één zomervakantie het boek van Eduard Schillebeeks, Jezus, het verhaal van een levende, hebben gelezen. Een kanjer van 600 bladzijden in één zomervakantie. En ik kan u zeggen, we hebben daar op kot over gesproken. Dat was voor mij zeer openbarend wat we daar lazen, met trouwens ook een heel verhelderende woordenlijst die veel studenten theologie zou kunnen helpen om goede examens te kunnen afleggen. Dat was voor mij een eerste boek waar ik met theologie en met geloof op een iets wat systematischere wijze mee in contact kwam. Daarnaast was er nog een ander boek, en dat was van, hij is ook al genoemd vandaag, een boek van Paul Schreurs, mijn voorganger. Die schreef een boek in die periode dat ik student was over christenen in weer en wind. Schillebeeks opende mijn ogen en ook mijn hart voor wat hij noemde, hij was een Vlaming, maar hij sprak een beetje op zijn Hollands, het heil in Christus. Hij kon dat op een heel, het zal misschien van zijn gebit afhangen, maar hij zei dat op een heel bijzondere wijze. Het heil in Christus, dat heb ik hem horen zeggen, maar vooral ook weten schrijven in zijn boek op een voor mij ontroerende manier. Daarnaast was er Paul Schreurs die mij boeide voor het aspect navolging van ons geloof. Ik denk dat dat heel belangrijk is. In die tijd geraakte ik in ieder geval diep overtuigd dat er iemand is, meer dan een mens, met wie je in relatie kan staan en die aan de oorsprong ligt van wat je de schepping zou kunnen noemen. Ik spreek hier met enige nuance, soms zeg ik dat sterker, maar ik denk dat ik het hier zo moet zeggen, die aan de oorsprong staat van wat je de schepping zou kunnen noemen en die mij en ons allen heel nabij is. Dat was een vermoeden dat ik al langer had, maar dat voor mij toen heel expliciet is geworden. En die iemand die je God kan noemen, die wil iets met ons, die heeft een plan met onze wereld. En elke mens kan daaraan een steentje toe bijdragen. Dat deed ik al, dat wist ik al, maar tegelijk wist ik het niet zo expliciet als ik het in deze twee boeken heb gelezen. En die iemand staat er ook garant voor dat er ooit iets komt van dat plan dat hij voor zich heeft. Maar niemand van ons heeft die iemand ooit gezien. Dat is een van mijn geliefkoosde naasten, mijn bisschopsleuze
is een ander geliefkoosd zinnetje uit de Bijbel. Niemand van ons heeft ooit God gezien. Het gaat verder, komt ook uit het Johannes-evangelie. Niemand heeft ooit God gezien, maar wij kunnen God vermoeden en zien. Als christenen geloven we dat we hem kunnen zien in de persoon van de Christus. Maar ik had een diepe ervaring en een diepe vreugdevol besef dat die iemand er is. Het is iemand die mij de diepe overtuiging gaf dat ons leven niet zomaar verloren gegooid is, maar dat ons leven een diepe betekenis heeft en dat het met de dood niet zomaar voorbij is, zoals Etienne Vermeers soms met groot optimisme zegt. Ik denk dat het met de dood niet zomaar voorbij is, maar dat ons leven hier uiteindelijk gericht staat naar een eeuwig leven. En dit alles, ja, heb ik beleefd door in die jaren in stijgende mate met enige helderheid, maar nogmaals ook vooral met vreugde, heb ik leren zien vanuit die figuur van Christus of vanuit het heil van Christus, zoals Schillebeek het noemde. En zo ben ik vanuit die ervaring en vanuit die relatie, ik begrijp dat dat theologisch misschien vreemde onderwerpen zijn, maar tegelijk is het een werkelijkheid, ben ik op de weg van de navolging gegaan. Ik denk dat dat belangrijk is. Waarom vertel ik dit hier in dit eerbiedwaardige gezelschap met theologen of toekomstige theologen in deze heel merkwaardige zaal? Wel, omdat ik met Schillebeek in de inleiding toen van zijn boek al meekreeg dat er zoiets is als een breuk tussen de soms academische theologie en de concrete nood van gelovigen of van mensen die zouden willen tot geloof komen. En Schillebeek heeft op zijn manier getracht om die kloof te overbruggen. En hij zei, ik schrijf niet voor theologen. En wat mij trof toen, ik begrijp wel, dat is enkele decennia geleden, was dat zijn boek veel gelezen werd, ook door niet-theologen. Hij probeerde die kloof te overbruggen. Zelf heb ik die kloof ook willen overbruggen door na mijn eerste studie dan theologie te gaan studeren. Die kloof moet overbrugd worden langs de verschillende invalshoeken. Ik ben met grote gretigheid vanuit het boek van Schillebeek en vanuit het boek van Paul Schreurs theologie gaan studeren. Waarom zeg ik dit wel? Omdat ik denk dat we voortdurend moeten trachten om de kloof waar Schillebeek van spreekt tussen academische theologie en geloof, om die te dichten langs de beide kanten. Maar ik zeg dit ook omwille van het onderwerp dat ons hier samenbrengt. Ik denk dat voor het vak Rooms-Katholieke Godsdienst de persoon van de leerkracht een heel belangrijke rol speelt. En dat is trouwens ook voor elk ander vak, voor geschiedenis is dat ook heel belangrijk. Zelfs voor wetenschappen is dat heel belangrijk. Maar voor het vak Rooms-Katholieke Godsdienst speelt dat nog op een eigen manier. Omdat zijn persoonlijk geloof ook in wisselwerking staat met zijn leerkracht zijn. En daar wil ik... Ja, wilde ik door wat ik vanuit mijn persoon zei op wijzen. Maar ook omdat de opdracht van de godsdienstleerkracht daarmee te maken heeft. Het is aan de leerkracht godsdienst, zoals nog eens professor Pollefeit het zo mooi schreef in een artikel van Collationes. Ik weet niet of jullie Collationes lezen, een zeer goed blad. Als theologen, toekomstige theologen, zouden jullie dat allemaal moeten zich op abonneren. Er bestaat een studentenabonnement, vermoed ik. Zo was dat toch in mijn jongere jaren. En zoals professor Pollefeit het heel mooi schreef in een artikel van 2017. Het is aan de leerkracht godsdienst om de leerlingen de levensbeschouwelijke bedachtzaamheid op te wekken en om hen de hermeneutische ruimte, ja, om die te creëren die op sommige ogenblikken kan ontstaan om jonge mensen aan te spreken. Hij gebruikt hierbij een aantal werkwoorden die ik heel belangrijk vind voor het vak godsdienst. Het vak Rooms-Katholieke Godsdienst heeft de roeping, ook dat is een eigen woord, heeft de roeping om open te breken, om wakker te schudden. Eigenlijk moet ik die woorden heel langzaam lezen. Om open te breken, om wakker te schudden, om benieuwd te maken, om ontvankelijkheid te creëren, om verwondering te wekken, om ter discussie te stellen, om profetisch te spreken,
om naar de diepte te gaan, om onverschilligheid open te breken en om vooronderstellingen te ontmaskeren. En hij voegt daaraan toe, het godsdienstonderwijs moet raken, moet de ziel aanspreken. Met alle begrip voor kennis, maar dit is ook belangrijk. En doorheen de kennis kan men ook raken en kan men ook de ziel aanspreken. Maar uiteindelijk is het belangrijk om ook te raken en de ziel aan te spreken. En dit rond de grote vragen van het leven. De wet en de genade, zo wordt hier genoemd, de schoonheid en de troost, de autonomie, ja, en de verbondenheid, het leven en de dood, het verleden en de toekomst. Ik zou het echt niet helderder kunnen zeggen en ook niet mooier kunnen zeggen. Maar dat is de roeping volgens mij van het vak godsdienst. Tegelijk weet ik ondertussen dat er leerkrachten zijn, en ik heb vele van hen ontmoet, die dit ook waarmaken. Ik heb meerdere onder hen horen zeggen, ik zou geen ander vak willen geven. Ik zou geen ander werk willen doen. Want inderdaad, alleen het vak godsdienst geeft op deze wijze de mogelijkheid om leerlingen wakker te maken, te inspireren, profetisch toe te spreken. Ik heb gezien dat heel wat leerkrachten dit waarmaken. Alleen het vak godsdienst biedt mij de mogelijkheid daartoe. En vele van hen hebben daarom een groot gezag, ik zei het al. Maar het is een gezag dat uit de diepte komt. En dat ook voorkomt uit een persoonlijk geloof. En ook van daaruit houden zij van de leerlingen en houden zij ook van hun opdracht. Natuurlijk heb ik ook gezien dat sommige leerkrachten af en toe in hun loopbaan vertwijfelen op sommige ogenblikken. In zaken geloof, ook in zaken hun opdracht. En dat ze zich soms ingraven in veilige bastionnetjes. Ook dat heb ik gezien. En die leerkrachten hebben er minder vreugde aan, denk ik. Ze voelen soms de weerbarstigheid van onze cultuur, waarvan de jongeren en trouwens ook zijzelf deel van uitmaken. Dat hoort er ook bij. Het gevecht aangaan. Wat is de zin van ons leven? Wat is de zin van ons geloof? Maar daarin willen groeien. En als je je openstelt, als je ook een ploeg van leerkrachten hebt, als je ook een beetje thuiskomt in de geloofsgemeenschap, kan je daarin heel sterk groeien. Maar bij alle leerkrachten heb ik gemerkt dat wanneer ze naast hun kennis en vaardigheid hun ervaring en hun scholing ook iets als een relatie met God beleven, zoals ik die in mijn getuigenis ook heb proberen op te roepen, dat zij dan sterker zijn en soms een heel groot gezag hebben. Ik ga afsluiten. Het is belangrijk dat leerkrachten godsdienst deze relatie verdiepen door geestelijke lectuur, door liturgische beleving. Ik heb gisteren, een viering gehad in Leopoldsburg met 500, 550 mensen van alle leeftijden in de context van een vormstel. Dan zie je hoe de liturgie ook tot een diepe vreugde kan brengen. Ik ben ook al naar een carnavalstoet geweest, dat is iets van een heel andere aard. Mensen zijn daar ook blij. Maar de diepte van een liturgische samenkomst is zo anders, zo rijk en zo mooi op sommige ogenblikken. Wel, dit moet je ook kunnen aanvoelen. Het is belangrijk dat je als leraar godsdienst ook daar notie van hebt, een beetje in thuis komt. En samen spreken over geloof en leven. Door zo op die manier te groeien, groeien ook in geloof, wat de Belgische bisschoppen ook hebben geschreven ooit in hun tekst, groeien in geloof, volwassen worden in geloof. Maar tenslotte, 14 dagen geleden werd ik verrast door een schrijven van Rome. Dat wil ik als laatste punt nog even zeggen. Een schrijven van Rome dat nog veel appellerender is dan ik durf te appelleren door mijn bescheiden getuigenis. Dat ik toch ook in deze academische context wil oproepen. Het gaat om een document, Gaudete et Exultate. De laatste apostolische exhortatie van Paus Franciscus. En zij handelt over heiligheid. Dat is een onderwerp waar hier niet zo vaak over gesproken wordt, vermoed ik. Heiligen hangen ook hier niet tegen de muren, maar ik denk dat het een onderwerp is dat heel belangrijk is. De paus heeft daarover durven te spreken, omdat hij zegt dat is iets, heiligheid is een weg waar elke christen toe geroepen is.
Het is niet evident om in een academische context daarnaar te verwijzen. Ik weet ook niet hoe professor Schillebeks daarover zou denken. Van Paul Schreurs weet ik het wel, omdat hij dat probeerde te beleven. In ieder geval weet ik dat heil en heiligheid etymologisch wat met elkaar te maken hebben. Maar als het in het vak Rooms-Katholieke godsdienst ook mag gaan over het heil dat van Gods wegen komt en dat voor jonge mensen op de wijze van de school natuurlijk wordt ontsloten, dan speelt ook de persoon van de leerkracht en zijn persoonlijk op weg zijn naar het heil en dus naar heiligheid daarin een rol. Paus Franciscus vraagt in de exhortatie in ieder geval om heiligheid niet te zien als voorbehouden aan enkelen, aan religieuzen of zo, maar ze is na te streven door elke christen en dus ook door een leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst. Naar mijn aanvoelen geeft hij niet alleen het aan als een opdracht, maar ook als een weg om gelukkig te kunnen worden. Het gaat erom het leven. In de exhortatie spreekt de paus heel uitdrukkelijk over uw leven. Het gaat over uw leven in de tweede persoon te leren zien als een missie vanuit een persoonlijke relatie met Christus. Hij schrijft, ook gij hebt er nood aan om de totaliteit van uw leven te leren zien als een missie. Want daartoe moet je in de tegenwoordigheid van de Heer leven. Want heiligheid bestaat erin zich op een unieke en een persoonlijke wijze te associëren met Christus en voortdurend met hem te sterven en te verrijzen. Dit geldt natuurlijk voor ons persoonlijk, maar dit geldt ook voor ons werk en ons engagement. Daarom dat ik het ook hier durf aan te halen voor de persoon van de leerkracht. Waarom heiligheid, zo vraagt de paus wel, omdat het geloof niet kan worden doorgegeven vanuit een louter rationeel standpunt, hoe belangrijk de ratio ook is, of louter vanuit onszelf, zonder de context van de genade ook te kunnen oproepen. Wat is dan heiligheid? Wel, de paus omschrijft ze door te spreken over de zaligheden van het evangelie. Hoe merk je heiligheid? Je merkt het aan het volhouden, je merkt het aan de vreugde, je merkt het aan de humor ook, aan de durf en de gedrevenheid, aan de verbondenheid met de gemeenschap, aan het betrokken zijn op concrete mensen. Ik zou ook kunnen zeggen vanuit de hele werkelijkheid van Levinas, die hier zo vaak opgeroepen werd, ook in deze universiteitsstad. Je merkt ze aan de petite bonté die mensen kunnen hebben, ook godsdienstleerkrachten. In ieder geval, paus Franciscus besluit, wanneer moet je de heiligheid beleven? En zijn antwoord is vanaf nu. Wel, hier zou ik willen afsluiten, maar niet zonder jullie nog een voorbeeld te geven van 8 dagen geleden. Van een leerkracht, toevallig wel lager onderwijs, die als zodanig dus ook godsdienstles geeft. Ik ontmoette haar na een vormsel, zondag voor 8 dagen. Een vormsel van 18 vormelingen in een kleine parochie. De vader van een vormeling, een man van 41 jaar, was 2 dagen voor het vormsel plots overleden aan een hartaderbreuk, een aneurysma. En de ouders waren 2 jaar tevoren uit elkaar gegaan. En de vormeling wilde toch zijn vormsel ontvangen. De hele groep en de hele kerk die daar aanwezig was van een relatief kleine parochie, die leefde mee met de dramatiek van die jongen van 12 jaar... die 2 dagen na zijn vormsel zijn vader zou moeten helpen begraven. En hij zelf, hij beleefde dat ogenblik van het vormsel zeer intens. Ik dacht, terwijl ik hem vormde, aan O crux spes unica. Ik hoop dat hij dit ooit kan begrijpen. Dat je doorheen de weg van het kruis, dat hij nog zo niet noemde, ook een diepere hoop op het spoor kan komen. Dat is misschien het enige woordenpaar dat ik in Collationes persoonlijk nog zou toevoegen. Het enige, maar wel ook een wezenlijk iets. Na de viering zei de leerkracht me, we zullen hem goed omringen de volgende maanden en we zullen hem vaak herinneren aan dit heilig moment. Wel, ik vond dat ze het goed begrepen had.
Heil en heiligheid, daartoe zijn we allemaal geroepen. De vormeling, de leerkracht, de professoren en elk van ons. Ik dank jullie, de studenten die theologie studeren. Ik zou willen nog eens een jaartje in jullie plaats te mogen studeren. Het zijn heel mooie ogenblikken dat je dit kan doen. Wanneer je ze ook kan betrekken op de vragen van je leven, is het een reuze weg en kan je met heel veel vuur en overtuiging theologie studeren. Dank u wel dat jullie theologie studeren. Het is belangrijk voor het godsdienstonderricht van morgen. Dank u wel ook aan de professoren en aan de begeleiders op vele wijzen voor jullie inzet voor het godsdienstonderwijs. Het worden boeiende tijden. Dank u wel.